Deel 3. Onze nieuwe werkwijze. Sinds de oprichting van de voorlichtingscel in 2008 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met opleidingen in groep. Naast een eigen opleidingsaanbod dat bestemd is voor heel de B2C-sector, kan men ook bij ons terecht voor een gepersonaliseerde opleiding op maat van de groep. Sinds enkele jaren hebben we dit uitgebreid ook naar andere sectoren en voornamelijk kleine producenten. Zo hebben we projecten gedaan voor imkers, kaasproducenten, hoeveverkopers en zo meer. Dankzij of ondanks de coronacrisis, afhankelijk hoe je het bekijkt, hebben de maatregelen ook voor onze dienst een grote impact gehad. Sinds de lockdown in maart zijn al onze groepsopleidingen geannuleerd en dat zal zeker zo blijven tot het eind van dit jaar. Wat 2021 zal brengen op dat vlak, dat weten we nog niet. Maar alleszins ziet het er niet naar uit dat vanaf 2021 alles plots terug normaal zal verlopen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag van opleidingen en informatie, hebben we onze strategie aangepast aan de situatie en zijn we volop bezig met het uitwerken van een e-learning project voor de horeca en de gemeenschapskeukens. Dit hopen we te lanceren ergens begin 2021. Daarnaast zullen ook webinars een plaats krijgen in ons aanbod. We hebben hiervoor al enkele thema's klaarstaan en zullen in de toekomst ook op maat webinars kunnen aanbieden. De voordelen van dit online aanbod zijn vooral te vinden in het tijdsbestek. Wat de e-learning betreft, zal je zelf kunnen kiezen wanneer je de e-learning wil volgen. Zo kan je voor jezelf een moment kiezen dat je er de tijd aan kan besteden en ben je niet gebonden aan bepaalde vooropgelegde datum en tijd. Webinars zullen wel nog live gegeven worden, maar je hoeft er zelf geen verplaatsing voor te doen. En geen paniek, heb je een webinar gemist? Je kan hem daarna nog een tijdje terugbekijken op onze website. De opleidingen in de groep zullen zeker niet verdwijnen en blijven bestaan naast het online aanbod. Wil je meer informatie over onze ontwikkelingen en ons aanbod? Kijk dan zeker regelmatig eens op onze website.